sta hier op Parkpop. Hey, wie ben jij? Jij bent? Mandy. We staan nu voor het Guldenhuis van Florence. Nou, het is dinsdag 8 december en dat betekent een rondje maken met de kersttram van de HTM. Nou, hartstikke gezellig. Wij zijn uitgenodigd. En we gaan eens kijken hoe de sfeer is eigenlijk in de kersttram. We gaan een rondje maken, een beetje door de binnenstad van Den Haag. En vanaf morgen gaat hij pas eigenlijk rijden op lijn 1. Zo staan we op Cool Event en zo zitten we opeens in de tram. Waarom zitten we eigenlijk in de tram? Omdat de kersttram is geopend. Ja, ik sta hier naast de wethouder. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, het is fantastisch. Dit is de kersttram. Van buiten versierd met lichtjes. Heeft zelfs een kerstmuts op. Het ziet er ontzettend gezellig en leuk uit. En hij rijdt op lijn 1. Dus hij verbindt Den Haag met Scheveningen. Dus iedereen in Den Haag die naar het Cool Event wil, die kan met deze kersttram daar naartoe. En andersom ook. Als je vanuit Scheveningen denkt, moet toch even naar het centrum. Naar die Christmas Fair of andere dingen die hier te doen zijn. De kersttram verbindt het allemaal met elkaar. Het ziet er heel gezellig uit. En binnen draait Sky Radio, allemaal kerstmuziek. Dus het is nog gezellig ook. Waarom eigenlijk de oudere tram en niet de nieuwe tram? Ah, kijk, deze oude tram kunnen we makkelijk aanpassen. Daar is iedereen ook wat relaxter over. De nieuwe vindt iedereen toch nog wat zenuwachtig om daar meteen weer aan te gaan klussen. Wie moet er juist niet ontbreken eigenlijk in de kersttram? De kerstman! Ja, en Donnie. De kerstelf. Ja. Mooie muts. Ja, mooi hè? Ja. Hij kent ook nog speciaal. Oh, wat kent hij dan? Ja, hij kan... Mijn muts beweegt. Ik wil niet weten wat daarin zit. Een mechaniekje, een dier? Heb je je hamster erin zitten? Nou, eigenlijk mijn ratten. Oh ja. Ik had ook gelezen over van, als mensen echt speciaal in deze tram willen, dat ze hem ook kunnen volgen via een GPS of zo. Hoe zit dat precies? Ja, je kan, als je op Scheveningen bent en je denkt, ik moet toch even met die tram mee. Dan kijk je op de Sky Radio app met de GPS tracker. Kun je zien wanneer de tram aankomt of waar die precies rijdt. En dan als je op tijd bent, kun je mee. Oké, dus dan kunnen ze dan inderdaad, als ze dat zien, dan moeten ze snel rennen naar de halte om dan met de kersttram mee te kunnen. Ja, dat kan. En je kent natuurlijk allemaal het traject van lijn 1, dus daar langs komt hij aan. En op de GPS-trekker kun je zien wanneer die op Scheveningen is om in te stappen. Kost het extra of is het gewoon normaal via de chipknip of een kaartje koop? Normaal tarief, dus de extra kosten zijn deels door de gemeente en deels door Sky Radio betaald. En wij hebben natuurlijk het voertuig beschikbaar gesteld. Gaat u nou iedere dag mee? Nee, ja, ik zou wel willen, maar het zijn drukke tijden. Ik kom bij de mensen langs en ik moet die rendieren door het land heen chasen. Nee, ik ben daar veel te druk voor helaas. Maar ik heb wel gezorgd dat het de hele dag muziek is. Kan die ook uit? Ja, ik hoop het wel. Ja, het is nou uit. Ik zeg het maar en het gebeurt. Ja, dat is de magie van u. Ja, de magie van kerstmis. Heel goed. Oké, en nu gaan we een speciaal ritje maken. Hoe gaan we precies? We maken nu een rondje om de Grote Kerk. Dus dat is om te beginnen. En straks gaat hij echt operationeel rijden op lijn 1. En ik denk dat hij vanaf morgen al te zien is op Scheveningen. Oké, nou, ik ben benieuwd. En mensen, als u hem dus ook een ritje mee willen met de tram, kijk dan even op de app van Sky Radio, op de GPS-signaal. Oké, ja, want inderdaad, ze kunnen het vinden via een GSM-app, zodat ze toch in de tram kunnen. Als je zeker wil weten dat je de kersttram te pakken hebt, kun je inderdaad via de app kun je uitzoeken waar die is. Als jullie dus willen in de kersttram, ga hem gewoon volgen. En ja, ik ben alvast in de stemming een beetje. Stem maar weer even aan. En ja, we hebben allemaal zin in de kerst na in de ene kant. Je ziet hoe gezellig het wordt. Zelfs een serieuze journalist, die is niet meer te houden in de HTM kersttram. Super, hartstikke leuk. Je hebt een leuke muts op. Ja, mooi hè. Nou, hartstikke fijn dat we in uw kersttram mogen meerijden. Ja. We vinden het fijn hier in Den Haag dat we toch zo'n mooie kersttram hebben. Heel goed. Nou, dankjewel Donnie. Heel fijn dat je dit zegt. Donnie, heel leuk programma. Zeker. Oh, we gaan weer rijden. Nou, zoals je zag, dat was de kersttram. Die gaat morgen in dienst. En ja, ik zou zeggen mensen, geniet er gewoon van. Kijk op Sky Radio voor de app als je graag met de tram mee wil.
En ik zou zeggen, ja, gewoon een geslaagde tram.